What's up? Ik ben Soos, dit is Soos Sense en als jij meer wilt weten over parfum en zelfverzorging, ben je op het juiste adres. En vandaag doen we iets anders. Vandaag gaan we het hebben over zelfverzorging. Dit zijn gewoon wat tips voor in de zomer. Like, toch, het is warm, je skin gaat een beetje fire doen, je oksels gaan zweten, al die dingen. En je wilt natuurlijk het beste hebben voor in de zomer. Dus vandaag doe ik een zelfverzorging video en dan ga ik gewoon praten. En ik zal zeker weten in de beschrijving wat links zetten van producten die ik haal voor in de zomer en wat ik nice vind. Dus check het, zou ik zeggen. Ah, join de Discord server natuurlijk, like I always. We zitten nu met 200 man. Super hard. We praten elke dag. Elke dag worden dingen gedeeld. Het is super nice. Dus join de Discord server, zou ik zeggen. En ja man, stick with it, stick with it, stick with it. Dit is weer een tips en tricks video, dus laten we er snel doorheen gaan. Want ja, toch, het is vrijdag. Ik wil dit zo meteen posten. Ik hoop dat het om 6 uur online staat, maar ik weet niet. Ah, trouwens, als je in de Discord server zit, volgende week drop ik 3 video's met dat ik alleen de collecties ga beoordelen van mijn Discord server family. Dus join de Discord server en drop daar een foto van je collectie en die gaan beoordeeld worden. Eerste tip die ik jullie natuurlijk ga geven is douchen. Douchen is zo belangrijk. Ik blijf dat altijd zeggen. Douchen is zo belangrijk. En vooral wanneer het warm wordt, je zweet gewoon meer. Yo, ik douche standaard 2 keer op een dag. Ook omdat ik veel train. Dus ik heb gewoon zoiets van als ik train, moet ik daar ook douchen, standaard. Maar je zweet wanneer je pit, man. Je zweet wanneer je pit. De hele dag door, je bent nasty. Douchen. Dus voordat je weg gaat douchen, ben je thuis, je wilt pitten, douchen, 2 keer douchen. En ik weet, mensen gaan zeggen, ja, dermatologen zeggen dit, dat is kinder. Bro, deze mensen praten nooit over jezelf insmeren. En dat is een andere tip die ik jullie ga meegeven. Smeer je body in, toch? Sowieso zonnebrandcreme, ook als je black bent, zonnebrandcreme, sowieso, dat is... Het is nodig, lijkt je toch? Ondanks dat onze melanine goed is tegen de zon, dat wil niet zeggen dat we bestendig zijn tegen kanker. Dus fix zonnebrandcreme. En als je dat niet als je niet veel in de zon gaat zitten, smeer je gewoon in met goede body lotion. Dan zit je ook nice, zit je ook goed. Beschrijving zitten natuurlijk dingen van body lotions en al die. Links gewoon zitten hier in de beschrijving. Dus don't worry about it, dat komt allemaal goed. Nog een tip die ik jullie wil gaan geven is, schreeuw je oksels gewoon, man. Like, we zijn volwassen mannen, of tenminste, we zijn hier toch? Puberteit, dit, dat, tieners, volwassen, noem maar op, dat hebben we allemaal. Scheer je oksels, dat helpt sowieso, want wanneer zweet blijft vastzitten in je oksel, ja, het gaat stinken. Hoe je het bent of keert, uiteindelijk gaat het gewoon stinken. Dus ik geef de beste tip die ik kan geven is gewoon zorg ervoor dat je oksels gewoon kaal zijn, babybilletjes. En ja, dat is gewoon heel erg belangrijk, denk ik. Tenminste, dat is een goede tip die ik geef aan mensen om te gaan gebruiken. Of ja, een tip die ik geef aan mensen om te gaan doen, want het is gewoon handig. En daarna deodorant. Ik ga sowieso om dit filmpje stoppen, want ik ben iets vergeten en ik moet een zeep laten zien. Een wasmolutie. Nee, ik ga die zeep. Er is een speciale zeep, het is geen handzeep, het is een wasmolutie of wat dan ook. Weet toch, het staat allemaal bij, dat helpt ook tegen stinkende oksels. Like, je was daar je oksel mee en daarna doe je gewoon deo. You good, eigenlijk, normaal gezien. Tenminste, het werkt voor mij. Het kan ook voor jou werken, dus check dat. Tuurlijk, alle mensen die ook allemaal tips hebben, zet het in de beschrijving. En sorry dat ik weer de video cut, maar sorry, dit is verder. Maar ja, was je ook zoals deodorant gebruiken. Deodorant is super belangrijk. En ik weet, heel veel mensen gaan zeggen, ja, deo dit, deo dat, dit. Yo, G, like, wij mannen, onze hormonen en al die shit, kill. Like, hoe wij zijn gewoon, kill. Like, we can smell bad. Like, echte mannengeur is vaak niet eens lekker, bro. So, fix je oksels. Zorg ervoor dat je oksels lekker ruiken. En hoe ik het zei, toch? Douchen, oksels scheren. En deo, dat helpt al heel erg veel. En insmeren, dat geeft je al een lekkere body odor. En daarna kan je denken aan parfum zetten. Hoe ik het altijd zeg, ik raad altijd freshies aan wanneer het warm is. Want freshies, ja, dat werkt gewoon lekker goed op de skin. Goed met de zon. En doet zijn ding voornamelijk. Helemaal. Dus ja, dat zijn tips. Sowieso andere tips die ik wil mee gaan geven, vooral in de zomer, is als jij klaar bent met douchen, probeer zo snel mogelijk in te smeren.
om dan gewoon parfum op je huid te zetten. Of je nou direct weggaat of niet direct weggaat, het is heel handig om het gewoon zo te doen. Want het trekt gewoon rustig in. Het gaat gewoon in je skin zitten. En als jij klaar bent met omkleden, spray je gewoon nog een keer parfum. En dan pas begin je met tellen hoe vaak je sprayt. Like, ik vind zelfs dat jij, wanneer jij net uit de douche komt en je smeert jezelf in, een beetje kan oversprayen. Want het, wie zegt dat jij binnen nu en een uur uit huis gaat? Nobody. Dus als jij gewoon rustig gaat oversprayen op dat moment en daarna kleed je rustig om en daarna spray je gewoon weer parfum en gaat dan het huis, you good. Weet toch? Je ruikt sowieso goed naar mijn mening. En dat zit je sowieso goed. Oh shit, sloeg hier achter. Dat zit je sowieso goed. Dus ik denk sowieso dat dat het beste is wat je kan doen. En ja, fix dat gewoon. Dat zal ik zeggen. Iets wat ik zelf probeer te doen in mijn gezicht tijdens de zomer is mezelf meer insmeren met olie, zoals tea tree oil of amandelolie. Dat plakt gewoon wat minder en dat zweet ook niet super lijp in mijn face. Je face is dan gewoon zeg maar uit, maar het is niet too much of zo, snap je? Dus ik denk dat dat ook iets is wat heel erg kan helpen. Ik denk dat dit alle tips waren voor in de zomer. Dit is een heel random video, want ik heb heel lang gewoon geen tips en tricks gedaan. En ik dacht al van, ik moet weer een tips en tricks doen voor de opbouw naar de dingen. Toch? De video, de drie video's die volgende week gaan komen over de Discord servers. Dus dit zijn de tips en tricks voor mij die ik jullie geef voor in de zomer. Doe ermee wat je wilt. Heb jij meer tips voor in de zomer wat helpt voor zelfverzorging? Laat het weten in de comments. En ik weet niet wanneer ik weer live ga op TikTok, maar ik hoop binnenkort. Maar ja, mad love. En ik zal zeggen, peace.